Hey mensen van de Pro Gamer, Thomas V9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer Minecraft. En dat is een tijdje geleden dat ik dat heb gedaan, dus we doen Skyblock. Dus als je wilt weten wat het is, dan moet je gewoon even deze video kijken. Dan leggen we alles wel uit. En dat doe ik samen met Joren hier. Dus ik denk dat ik mezelf maar ga unmuten. Ik ben klaar. Ik ook. Ik wou net gevraagd, ik ga Thomas vragen of hij klaar is. Oké. Als het goed is, heb jij ook een beetje uitgelegd wat de bedoeling is van dit eiland, of? Ja, dat heb ik natuurlijk uitgelegd. Oké, ik ook. Piet is dan behoorlijk groot. Voor een iets wat maar 2 dagen oud is, waar we maar 1 dag op hebben gewerkt. Nog niet eens 2 uurtjes. Maar... ja, we dachten het is misschien wel leuk om een beetje met je te kijken, is gezellig en opnames. En er komen misschien wel meer mensen in voor in deze opnames. Nu niet, maar we doen deze series. Ja, er zitten nu al 2 andere mensen op deze Skyblock, toch? Ja, er is info. Als je dat doet, dan kan je dat allemaal zien. We zijn al 3 plekken omhoog gegaan, zie ik. Maar WarriorP9, DJ Dirkie, Vriendenlotje en ik zitten op en dit eiland. You don't have an island. Joren 1499. Oh, Joren. Oeh, oh wat? Ik krijg nog steeds niks. Ik krijg een help menu. Waar is info? Oh ja, nee, weet ik niet. Nou ja, in ieder geval, ik noem het wel even op. Is info. Position 243 tot 252. Ik ga altijd vanaf de hoogste uit. Ja, ik kan wel zeggen, ik ben eerst ook al sta je in de top 10 of zo, omdat daar ook niet staat. Owner, Joren 1499. Oh, owner, alles! Oké, position, points bedoel ik, 0. Die zou ik maar even niet vertellen, Joren, dat gaan we eruit knippen. Nee, ik weet niet hoe je in die points komt. Volgens mij hebben we op de vorige ook geen points. Schematisch is het een normaal gemiddeld eiland. Embers heb ik net opgenomen. WarriorP9, DJ Dirkie en vrienden Lotje. En ik en ze natuurlijk. Locked is vals, dus het eiland is niet gelocked. Weet jij wat dat doet toevallig, Locked? Ja, dat mensen zomaar op ons eiland komen, denk ik. Weet ik. Purge protected, weet ik ook niet. Ik weet wel dat ik Visit even vals hou, anders kunnen ze gewoon zomaar zonder... uitnodiging hier, Visitek, DPF voor jou. Maar, dus ze kunnen niet zomaar naar me toe. En naar ons eiland toe. Hoewel ze hier ook niks kunnen hoor, maar... misschien wel vervelend als ze in de weg lopen. Ja, dat is... gemaakt op 22 september 2015 om 10... wat? Ja, willen jullie trouwens zien hoe we dit wat we nu al hebben gemaakt? Dan moet je even de livestream kijken. Ja, de livestream komt op de ProGamerPlus beneden. Ja. Dus je staat automatisch in de... beschrijving. Maar created op 22 september 2015. Maar wat ik niet snap is dat het 9:10 gemaakt is. 'S ochtends. Oké, dat is wel een beetje apart, want je had het toch tijdens de livestream aangemaakt? Ja, ik had 5 minuten na de livestream dat ik het ding aangemaakt. Het is bullshit, Joren! Maar er klopt hier geen ene reet van. De datum klopt en de rest klopt wel. De laatste login van de owner, 24.09. 2015 om 12:03 s'avonds. What the fuck? Ik ben nu online. Misschien update dat niet helemaal goed, maar ik ben niet voor 12:03 s'avonds ben ik hier niet opgeleverd. Oké, die stats die hebben een beetje, denk ik. Ja, ons eten is behoorlijk groot. Ja, bijna niks. We hebben wel een klein farmcam hier en we moeten echt een oven gaan maken. We moeten overleven. Laten we daarmee beginnen met een paar oventjes. En Joren, leg even uit wat Skyblock überhaupt is. Voor de mensen die dat nog niet weten. Skyblock is een soort survival op een bepaald eiland dat je hebt. Als het goed is, dit stuk hier. Tot dit grasstukje hier of zo krijg je aan het begin. En je krijgt een kist met beginstuk. Een kist, niet 2, want wij hebben er al 2. Met lava en water. Ja, met lava water dan kan je bijvoorbeeld dit maken, een stone generator, want anders wordt je eiland niet groter. Kobbel stone generator. Maar het is eigenlijk een beetje overleven, je eiland groot maken en deze server is Jaren Harry, link staat waarschijnlijk ook in de beschrijving.
van het IP bedoel ik. Maar... En anders kunnen we dat wel even ook in de beschrijving zetten als mensen dat graag willen. Ja, wat nog meer. Ja, je hebt hier een shop. Ik vind dit in principe de beste. Wel behoorlijk serverlek. Dus ga er niet vanuit dat ze een blokje slaan en hij komt terug dat wij lek hebben. Nee, want ik draai nu even kijken op 140 fps op dit Skyblock. Oh, ik 147 stond ik net. Maar nu dus dat is wel nice, dat is wel nice. Je hebt hier echt heel weinig lek. Op dat andere had ik zelfs lek. Maar ja. Ja, op dat andere, als je niet weet wat het is, we kunnen het wel weer misschien een keer laten zien, denk ik. Ja, niet even in deze opname. Deze opname gaat over dit Skyblock. Ja, nee, maar ik zeg ook een keer laten zien. Dat we gewoon een keer een special aflevering maken over dat eiland. Zo. Zullen we even de shop laten zien? Ja, ik denk dat ze dit allemaal wel hebben gezien, onder andere. Ik weet wel van aardappel. Spawn! Ja, slash spawn, dat vind ik het makkelijk hieraan. Hier heb je gewoon een shop waar ook goede prijzen zijn, maar ook, ja, een shop. Oh, het is hier rustig. Ja, maar kijk op dat. Normaal gesproken zijn er 4 of 5 rijen met mensen. Ja, oké. Okay. Bijna een privéwinkeltje hier. Ja, één persoon die in de weg loopt. Nou, je kan hier dus allemaal hout kopen. Nog meer hout, boompjes. Op zich wel dure prijzen, ja. Cobblestone, 140 euro krijg je als je een stack verkoopt. Oké, als je begint met 20.000, dus dat hoef je niet te doen. Maar al zit je in geldnood. Jezus, kijk dit dan. Sommige dingen kloppen niet helemaal, maar dat komt omdat het zeldzaam is. Want kijk, als je 8 Ethereum verkoopt, zit je in de Donsmeer. Ja, krijg je maar 20. Krijg je 20, maar koop je er 1 bij 2000. Ik heb er eentje gekocht, goeie, maar we hadden het gewoon auto. Ja. Nou ja, wol, een beetje gemiddelde prijs. Het is niet heel... Oh, en kijk, dit hebben wij nodig, Joren. Ja, ik heb... Halleluja! Halleluja! Dirt, heel duur, want kijk, even koop je de 1, krijg je 1 euro. Gierige shop hoor, dat zijn gierige Nederlanders. Koop je de 8, betaal je 400. En kijk, hier met gras erop. Gras erop betaal je voor 7500. Dan kan je net zo goed een nieuw eiland maken als je geen gras meer hebt. En kijk dan Joren. Dit is heilig. Wat ernaast zit. Ja, dit is heilig, maar we komen zo meteen bij meer heilige shit. Oh, dit is het meest domme aan de hele shop. 1 cent voor een spons. Maar je koopt hem voor 1.333.337 euro. What the fuck? Dat zat toch nergens? Dia 600 marketing. Wat? Oké, iemand stuurt me MSG. Dia 600 marketing. En dan... Asbut. Zo. Ja, ik kijk zo meteen wel of het echt duur is. Naar seeds, een beetje gemiddelde prijs. Ja, zeppelins. Oh wauw, iemand komt dan meteen naar ons toe gerend. Ja. Ik zei hi to YouTube. Ja, ik heb ze niet eens slash all aan, maar ik zie wel mensen in de richting van 50 pakken. Nou ja, dit is een beetje duur, dit is ook krijgen. We hebben eten, kaktussen, wat prijsjes, wat zeppelins. De eieren, ook best wel heilig. Oh, en dit is ook zo fucking duur. Oh ja, dit, 20.000 voor 1 blokje. Als je eentje van deze hebt en je gaat het gras doen weer Silk Touch. Ben je rijk? Ja, ik krijg hetzelfde binnen. Dia 600 market. Ach, in ieder geval, maar dan kan je wel geld mee verdienen. Niet heel veel makkelijker met Sunset. Nou, glowstone, desktop, netherrack, bricks en glas. Nou, gemiddelde prijs. Dan komen we hier eten, Sector. Yep, ze blijven ze ook echt volgen. Gemiddelde. Oh, we zijn bekende YouTubers, Joren. Mensen blijven ons volgen. Oh, rekmeet. En nou, hier heb je ook gewoon gemiddeld eten. En dan krijgen we hier emeralds. 2,50 euro. Als je villagers hebt en je kan makkelijk traden, is dat best wel nice. Maar eentje kost 300. Dat is eigenlijk... Ja, dat is heel duur. Thomas gaat eventjes zo meteen die uitleggen. Maar hier heb je 16 lapis lazuli. Dat je niet eens kan krijgen. Letterlijk moet je kopen. Ja, tenzij ik ga ruilen met villagers. Dat gebeurt niet. Nou, 40 euro. En 16 kost 200. Dan gaat Thomas heel eventjes de Nether Star uitleggen. Ja, daarmee kon je toch beacons activeren, Joren? Ja, met de Nether Star kun je beacons maken. En zijn eentje kost 25.000. En daarna gaan we op ons andere eiland 2 beacons hebben. Ja, dat heeft dus al een waarde van 50.000. En dan moet je ook nog eens Iron Gold
diamant of emerald blocks gaan gebruiken om ze te activeren. Dat kost ons 2 stacks iron blocks voor die 2. En dat is behoorlijk duur, daar komen we zo meteen op wat iron kost. En waar we hadden iron door een farm, dus is het niet helemaal legit. En we hebben obsidian nodig, laten we daar niet omheen lopen. Yep. En glas. Maar ja, dat is niet zo duur. Nee, hebben we hier de resources. Deze 3 zijn zo duur. Ze verkopen het niet eens. Nou, eentje is €100 van goud, oké. Okay, maar ze verkopen het niet eens, omdat je er ook weinig aan verdient. Moet je eigenlijk in je eigen shop moet je dit gaan verkopen, dit soort dingen? Nee, deze man biedde ons al €600 voor dia. Nou ja, hier is het €1600. Oké, okay, als je al op deze server een eiland gaat beginnen, omdat je, ja, je wil meedoen. Ja, niet meedoen, maar je wil soms online zijn als wij er ook online zijn. Ga dan al ga je erheen zonder spullen mee. Want mensen kun je op Thomas kanaal ook zien, scammer of zo. Mensen scammen te veel op deze server. Echt. Probeer die altijd te vermoorden. Ook onder verschillende richtingen. Ja. Houd niet zomaar op bordjes klikken die verkeerd omstaan. Want dan betaal je straks €2000 voor een snowball dat ik een keer per ongeluk heb gedaan. Of ga ook niet met levels, want dat nemen ze ook allemaal van je af en ze laten je doodvallen of in de lava, weet ik veel wat. Als je behoorlijk veel levels hebt, dan zou ik dat niet doen. Heb je 2 levels, dan kan je het gokje nemen. Als je geen spullen bij hebt, nou ja, dan hebben we hier net een quartz, nou, krijg je geen reet van, maar 8 voor 50, 16 voor 100. Ja, redstone, behoorlijk zeldzaam nog, al tenzij een witch farm. Of van mobs, kan het ook niet van mobs komen? Ja, witches, maar eentje is 100 en dan heb je hier kool, behoorlijk zeldzaam, 4 voor 80. Je kan het wel charcoal maken in je oven, duurt dat, kost wel veel tijd en hout. Dus ja. Ik raad dat niet helemaal aan. Ja, je hebt het toch nodig, maar je kan net zo goed gewoon. Ja, lily pads natuurlijk handig om over water heen te lopen, de nieuwe Jezus te zijn, hè? Ja, om de nieuwe Jezus te zijn. Gewoon dat je bij je farm niet zomaar door het water heen valt. Nou, leaves. Kan je sinds 1.8, hoe heet dat, mossy cobblestone maken en mossy stone. Oh ja, dat is op zich ook wel een mooie blok. Ik laat dit wel even zien, dit verkoop je zo, van monies. Oh ja, yeah. dit gaat onze inkomstenbron worden. Dit is echt heilig, want nu heb ik alweer, ja, een rond 1000 getal erbij, totaal. Want ik heb net €300 aan 60 gekregen, dus dat weer, en aangezien wij de vorige keer op ons vorige eiland tenminste €10.000 aan dit hadden en dat was niet eens een hele invloed. Ja, 1 keertje leeghalen en weer opnieuw volzetten. Nee, met je lava, dat staat gewoon letterlijk zelf te doen. Nope. Maar lava is €2000, dus als je je lava vervest met een cobblestone generator, ja, succes. Dat gaat €2000 van je bankrekening af. En hoeveel money hebben wij eigenlijk nu op dit moment, Jorgen? 17.125. Want ik heb 10.300, want ik heb wat van het netherrack gegeven. Ja, zo cent. Oh, en ik ben 63 cent rijker door Tutu Yo Games. Oh, shoutout. Nou ja, dan heb je hier mushrooms. Handig voor eten, trouwens. Als je er een farm van hebt, kan je zo'n mushroom stoel maken. Maar 64 is €40. En 4 is €160 te kopen. Ja. Nou, dan gaan we naar boven. Dit gaat voor de dure mensen worden. Van It's Jerry en Harry surfen. De rijke mensen, de rijke tata's. Ja, nou ja, en de pearls. Kan je ook hebben als je eiland behoorlijk donker is. Kunnen de ender mensen komen. Nou, 1 ender pearl is €200. Dus al. Je kan ook een shop beginnen. Dat kunnen we misschien in de volgende aflevering uitleggen. En misschien zelfs in de livestream alvast maken voor jullie. Ja. Maar ja, dan kan je goedkoper verkopen in je shop en toch verdien je er dan geld aan. Oh mijn god, ik heb een blockbuck. De mensen, serieus hoor, dit gedeelte, dat is echt voor de mensen die real monies hebben. Ja, dat hebben wij ook uitgegeven voor sommige dingen. Maar dit zijn alleen nog maar de eieren, hè? Dus je moet er 2 van hebben en dan pas kan je ze laten breeden. Ja, nou ja, dan heb je vrienden Lotje heeft er zelfs eentje gekocht op. Maar hier heb je 1 XP voor €70. Dan gaan we hier een ocelot, een guest, een mushroom cow, een witch, een vleermuis, dacht ik, en een magma cube. Allemaal 5555 €. Serieus, wat heb je aan een guest? Nou, een guest is guest tier, dat kan je hier zien. 1 guest tier is 10.000, dus. Oh ja, dat is eigenlijk wel lekkere winst. Oh. Ja, als je een guest spanner hebt, zie je ook echt die monies. Ik ga er niet vanuit dat ik deze goed heb, want deze weet ik niet. De rest weet ik wel. En dan gaan we van het hele dure hoekje naar het hele goedkope hoekje. Nou ja, guest tier is €10.000 bijna. Eentje. Ja, behalve deze dan. Fuck you, hè. Fuck you. Ga maar tranen. Mob,
Ja, hashtag tranen. Hashtag tranen. Nou ja, deze hoek kan je niks verkopen, alleen verkopen. Een stacks, een halve stacks. Dit is handig als je een mob farm hebt. Ja. Want dan kan je hadden wij ook op het andere eiland trouwens. Ja, en we hadden een obsidian generator. En dat moeten we wel een keer gaan maken, maar dat zorgt voor lag, enige lag. Dus laten we dat nu nog niet gaan doen. Nee, misschien later. Nou, dan gaan we hier. Geronimo! Ja. Ah, ik kan niet eens rennen, ik heb te veel honger. Ik ben dood. Oh, hé, mijn voet is weer vol. Oh, wacht, Joran, kom, we moeten eigenlijk nog even één dingetje laten zien. Ja, de donator island eigenlijk. Als je donator wil doen, dan kan je tenminste zien waarom je het doet. Nou, VIP en donator. Ja, deze bordjes gaan we niet helemaal lezen, denk ik. Nee, gewoon even een beetje langs lopen. Ja, deze netherpoort staat automatisch op, ik weet niet waarom. Oké. Okay. Wow. Oké, okay, volgens mij word ik een beetje raar geteleporteerd. Nee, ik ben achter je, ik ben hier. Ja, maar misschien heb je lag, of server lag, waardoor server je lag, denk ik. Nou, dit huis, dat lijkt me... Oh ja, kijk hier. Automatic save, laatste keer ook. Dan loopt hij helemaal zo en ik heb boek met ze terug. Ja, bij mij gebeurde dat ook. Nou ja, je krijgt hier gewoon een kist en een beginhuis met wat kopweb en hout en nou, een dit lijkt me het geld niet waard hoor, dat kan je zelf ook zo maken. Nou ja, die blokjes krijg je niet hoor, die hout zoals het daaruit ziet. Maar hier heb je een grot met, kijk, water erin en zand. Niet echt iets van waardevol te doen. Nee, dit is ook gewoon weer een bullshit eiland waar je geld voor moet betalen. Een boompje en wat glas en een klein huis. Pay to have nothing zeg ik maar bij deze eilanden. Maar ze zijn wel groter dan begineilanden. En ze hebben ja, oké. Okay. Maar ja, een van de meest bullshit eilanden ooit. Gewoon een bekende YouTuber of zo. Dit is volgens mij Harry of Jerry. Een van de twee, een van de owners. Dit is dan Harry of Jerry, ja, deze twee. Ja, okay, ik snap. Ik weet niet wat daar tussen in hun hoofd zit, maar je hebt wol, je hebt hout. En nog meer boeken. Het is gewoon bullshit. Dan gaan we richting Thomas met ook een grote boom. Kijk, hier heb je wat meer aan al. Want hier heb je al in principe veel hout. Drie keer zo groot. Ja, ik ga niet aanraden om meteen beneden rank te kopen of zo. Misschien vind je die leuk. Nee, ik vind het eigenlijk ook het geld niet waard hoor. Dat geef ik dan liever aan een GTA 5 je uit. Ja, nou, dat hoef ik niet eens meer. Maar. Hier heb je dan gewoon boiling water, groot eiland, een afgemaakt huis dat niet stuk is, een kist, allemaal behoorlijk symmetrie. Oké, ik heb dat eiland wel gezien, Joren. Nou, dan gaan we naar het mooie eiland, vind ik. Kijk hoe mooi dat huis is, maar kijk die boom, Thomas. Die boom, kijk, die boom doet het hem, hoor. Amen. Ja, dat... Een mooie boom, behoorlijk veel hout, maar... Ja, ik zou hem niet zomaar kappen, want het ziet er gewoon ziek uit. Misschien een paar blokjes hier zo. En al desnoods heb je hout nodig, hak je huis om en niet die bomen. Die bomen is gewoon te mooi. Ja, dat het is gewoon heilig. Het huis ook, maar dat kan je altijd nog... Wat is hierboven, Joren? We kunnen dat nooit weten. Ja, waarschijnlijk hierboven zit waarschijnlijk je kist. Maar zit er ook spullen in die kist, vraag ik me af. Waarschijnlijk ja, wel, toch? Staat er spullen, denk ik. Maar hier staat misschien uitgelegd. Herobrine is dit, trouwens. Ik weet niet waarom. Slash create Herobrine eiland, donator rank. Dan hebben we hier legend. Dat zijn, sommige eilanden, dat is een donator rank, dat is een legend rank. Dus dan zou je weten voor donator kunnen gaan, denk ik. Ja, ah, jammer Joren, en mist hij nog één blokje en dan was het een penis geweest. Wow, deze misvormde. Maar ik heb zo meteen wat te laten zien wat ze zo meteen in de jungle hebben gemaakt. Dat wil je niet. Maar hoeveel is dit eiland ongeveer waard? Want is het zand? Is zand een beetje waard, Joren? Ja, als je dit gaat berekenen is het behoorlijk waard. Want zand is even duur als dirt, maar zand is minder snel te verkrijgen. Nou, dus dat kan je op de zwarte markt voor een mooi prijsje verkopen. Ja, maar dan kan je toch nog waarschijnlijk het laatste eiland slim nemen als je een prijs wil. Dan moet je hem creëren, dan moet je een diamond pickaxe maken, gewoon investeren. Maar kan je die eilanden oneindig creëren? Ja. Maar dat is wel handig. Als je een zesje eiland opmaakt, dat is volgens mij, hè, want je kan een begin eiland kan je sowieso altijd creëren. Nou, ja, dit eiland vind ik moa. Ja, dit is iets minder, wat bomen, verschillende soorten. Oh, maar nu gaan we naar ook weer een hele dure, hoor. Dit is een viable island, dit is... voor donators. Heel goedkoop eilandje waarschijnlijk, omdat het viable staat van het. Nou, dan hebben we ook een viable island, behoorlijk duur, want mushrooms. Je hebt het mushroom! En, ik zon niet Thomas, 20.000 blokjes, of is dit gras?
Want mijners lijkt het hetzelfde als... Nee, het is geen gras. Het is van het speciale, dat paas roosachtige shit. Blokjes van 20.000 euro op je fucking eiland. Je per stuk! Je kan het alleen met... Ja, per stuk. Maar je kan het alleen met silktest hakken, voor alle duidelijkheid. Voor de rest, ja, mushrooms en houtmeer heb je niet echt aan. Snow daarentegen heb je al helemaal niks aan. Nee, dit is echt gewoon bullshit. Dit kan je gewoon gratis maken, gewoon. Je kan letterlijk 2 snowbox kopen en een pumpkin en dan heb je oneindig. Ja. Nou ja, ijs misschien wel wat, als je het zo kijkt. Maar ja, dit eiland, daar gaan we snel maar weer van weg. Mensen kopen het wel. Dan hebben we Under the Dome hier. Ja, dit eiland is... Ken je die serie, Thomas, Under the Dome van tv? Ja, dat is toch van Netflix of zo? Nee, niet van Netflix. Ja, ook op Netflix, maar van SBS6 zendt het ook uit. Maar dit is dus Under the Dome, een paar boompjes. Ik vind het een bullshit eiland, ik ga meteen hier weg. Ja, een klein eiland, ja. Is ook een Bible Island, Island. Klein KUT-eiland noem ik het. Dan hebben we Under the Dome hier. Klein KUT-eiland noem ik het. Nou, hier hebben we Mario Island. It's me, Mario! Ja, Mushroom Head. Ik weet niet wat je hier echt aan hebt. Heel veel wol, heel veel mushrooms als je daaronder kijkt. Meer weet ik niet, waarschijnlijk een kist in het midden. Nou ja, dan gaan we hier naar een behoorlijk groot heiland. Witch-achtige sfeer, moet ik het voorstellen. Witch-huis. Ja, ik denk het ook. Veel stoom, veel water. Eigenlijk ook niet echt iets om over te spreken. Vind ik. Nee. Ja, vooral dirt, hè. Ja, nou ja. Ook wel wat dirt, maar het is meer steen, denk ik. Nou, dan gaan we hier naar het penisbos. Wat ga je zo meteen wat zeggen? Wat? Een penisbos? Jungle, Bible Island. Oh, gewoon te koop waarschijnlijk. Niet omdat... Nou ja, als we hier naar boven gaan, heel Jungle Boot Island, maar als we hier naar boven gaan, het is me opgemerkt, is dat op dit boompje. Nee, het is niet dit boompje, of is het? Nee, het is... Welk boompje is het? Nee, op dit eiland. Ik ga heel even zoeken en dan gaan mijn kijkers wel echt misschien wel doodlachen. Ik heb het gezien op dit eiland dat er gewoon bosjes in die vorm staan. Ik moet heel even zoeken. Oké. Okay. Ik weet wel dat dit eiland wow. Best wel veel kan opleveren met hoeveel het houdt. En dirt weer? Ah, ja, kom hier naar boven. Kom hier naar ja, boven. Ja. Ja, hier is. En Sam komt in de opname. Dank Sam. Wat? Waarom komt hij in de opnames? Sam Steve Joe. Kom je nog? Ja, I'm coming. Hier zo. Dit is ook gewoon waarschijnlijk met opzet gedaan, want hoe dit eruit ziet, het kan niet zo groeien. Ah. Kom hier staan. Wat? Genius. I don't see it. Oh fuck. Oh wacht. Wow, ik was bijna dood. Nou ja, oh fuck, ik val. Oh fuck, ik val. Nee, nee. Nou, behoorlijk duur eiland, want als je bekijkt qua hout. Je kan een behoorlijk groot cow farm hiermee beginnen. Zonder eigenlijk heel veel te hoeven investeren. Alleen in een paar cacaobonen. Yep. Nou, dan gaan we naar de village. Deze levert volgens mij wel veel op. Veel cobblestone, veel hout. Al meteen eten, superhandig. Ja, en kist heel veel. Behoorlijk wat eten, al meteen een farm, water. Maar gravel daarentegen is behoorlijk duur nog. Ik mis alleen iets, Joran, de blacksmith. Ja, blacksmith heb je niet. Ik weet niet waarom. Ah, bullshit man. Misschien nog wat geheime dingetjes in het eiland, want sommige dingen klopt niet helemaal. Maar... Oké, deze vind ik serieus wel cool gemaakt, hoor. Duurste eiland. Turbine Head. Want als je dit eiland... Oh, er zijn meer eilanden weg. Dat is al vroeger het laatste. Nou ja, als je dit eiland kan blijven creëren, allemaal netherrack, nou ongeveer de waarde van... Obsidian. 4000 euro. Obsidian, als je dat verkoopt in je eigen shop, voor misschien 100 euro per stuk of zo, in plaats van 20 euro voor 8, kan je daar behoorlijk veel geld mee opleveren. Een boom in het midden om de lava heen. Fucking slim. Lava, behoorlijk wat. Geen water, waarschijnlijk ook in een kist. Ik heb... En geen kist gezien, waarschijnlijk in de Open Hero Brand. Ja, die bruggen krijg je trouwens niet gratis erbij hoor, dat is voor de show. Ja, dat is voor de show. Eilanden die we niet kennen, maar met ook nieuwe ranken zie ik. God, oh mijn god, Thomas. Bam, waarde van 5.000 euro. Bam. Oh. Waarde van 3.000 euro, 5.000 euro totaal. Wat? Enchantment table, 1.000 euro. Bookshelves, samen... 2000 euro, oh, dan gaan we geld. Oh my god, Thomas, moet je kijken. Ja, gaan wij? Ik ga geen Godrank kopen. Nee, we gaan het niet kopen. En hier, dit ding, kan je deze wel überhaupt kopen? Ja, de Godrank is het. Oh, deze kan ik kopen, die heb ik zelf gekocht. Dat is niet heel duur.
Maar dit ding is behoorlijk duur. Een diamond. Brewing stand. Het is een behoorlijk pittig duur eilandje. Ja, dat, daar kunnen we niet over liegen. Ja, dit heb je altijd standaard. Ik denk dat we zo meteen een duurder eiland... Ja, nee, dit heeft te veel quartz, denk ik. En ja. Wow, wat? What the fuck? Ben je? Kijk dit dan. Welk eiland ben je? Het ene ernaast. Ja. Oh ja, dan gaan we hier. Dit is voor een donate rank. Deze andere was een god rank. Dat is nog duurder. What, Jorgen, kijk dit dan. Oh ja, een vliegende ender dragon. Nee, is dit een ender dragon of... Ja, nee, ja, dit moet wel een ender dragon zijn, want look dit zijn torens. Look at me head, man. Look at me head. Oh, hoe duur is dit waard? Want... Obsidian, het waarde van, koopprijs, denk ik dat je hier een pittige 40.000 euro uit kan halen. Het is een mooie startbedrag. Misschien 50.000, en dan heb je al 20.000 startbedrag, dus... Ook een paar heads die je kan gaan verkopen. Als je een pickaxe koopt en je gaat echt investeren. En je kan deze eilanden vaker doen dan één keer. Oh. Dan word je pittig rijk. Oké, nou dit is de laatste, Joren. De laatste en deze kennen we ook niet. Ik denk dat je hier heel veel geld heeft verdiend. Maar kijk al die soul sands. Ook een donator rank. Kijk die soul sand. Kijk die netherbricks. Behoorlijk duur. Ik denk minder dan... Lava. De lava. Heel veel lava. En de chest. En de chest. En de money making, hè? De money making. Zie dit dan, Jorgen. Ja, heel veel van de money makers. Het is ook een hint als je begint, ga uiteindelijk hierin investeren, want het levert uiteindelijk veel op. Ja, de survival bunker is dit. Oh, het is op zich ook wel een cool eiland, hoor. Oh, kijk. Een pickaxe kwijt in 4 van. Was het nu Germany Dreaded 4 van dat ook weer? Netherward? Of Netherward, ja. Maar boeien, dan hebben we toch al. Ik kom even naar jou toe rennen, want we zijn nog niet helemaal klaar. Maar je kan er behoorlijk wat mee verdienen. Niet zoveel als de 3 eilanden daarvoor, denk ik. Maar je kan er behoorlijk wat mee verdienen. En je hebt al meteen een start van het rode goud. Niet het witte goud, het rode goud. Het rode goud, ja. Het rode goud voor de winnen. En het hele eiland is volgens mij ook van een... Nou, niet helemaal. Van Netherrack, volgens mij, ja. Hashtag deze account. Hashtag deze account. Als jullie het niet snappen, misschien ga ik zelfs een screenshot linken. Oh, er zitten zelfs gas op dit eiland, Jorgen. Kan ik het screenshot linkje in de beschrijving zetten? Oh, ja, dat mag. Ja, als je het begrijpt. Een netherportal bijna zelfs. En maar kijk, ook gas. Ook gas hierboven. Oh ja, zieke gas. Goed gemaakt. Ja, ik denk dat je hier wel aardig wat aan hebt. Ik denk dat we ook wel alles hebben laten zien ongeveer. Ik raad toch dat eiland als eerste aan. Dat is zo 100.000 euro waard. Echt lekker, al vaker niet heb je veel. Nou, dit eiland daarna de Herobrine en die zijn een beetje gelijk, denk ik. Dat we alles hebben laten zien, hè, Joren? Ja, we kunnen misschien nog een beetje bouwen. Hoeveel minuten zitten we? Een half uurtje, we kunnen nu wel afsluiten, denk ik. Ja, we hebben wel lang genoeg genomen. Nou, dan gaan we even naar onze eigen eiland. Home was het volgens mij toch? Ja, is home, maar ik heb slash home. Je hebt gewoon geen twee homes, dus ik doe gewoon slash home. Oh, slash home werkt ook. Ik zou even één aardappel pakken, dan heb je tenminste wat eten. Zit in de oven. Doordat ik dood ben gegaan, heb ik voel. Ja, oké, maar dan heb ik tenminste eten voordat straks uit gehaald wordt. Maar we hebben hier ook 44 wortelen, maar die zijn eigenlijk van vriendenlotje, dus daar kom ik niet heel graag aan. Omdat, ja, dan ga je mensen geld op eten, letterlijk. Nou ja, we muten elkaar weer even? Of? Ja, is goed. Ja. Oké, heel even. Zo, is die gewoon in... Oké, nou ja, mensen van de ProGamer Toys.9, leuk dat jullie naar deze nieuwe aflevering hebben gekeken. Like en abonneer voor meer. Like jullie natuurlijk op het blauw duimpje en abonneer op het rode balkje. Dan zeg ik tot de volgende keer maar weer. Jullie kunnen meer gaan verwachten van dit Skyblock eiland. Gedoe, dingachtig iets. En even kijken, nou dan ga ik mezelf even unmuten. Ik ben klaar. Jongen, je staat nog steeds gemute. Ik zit even te praten. Oké, ik wou dus eigenlijk nog samen even afsluiten. Ben jij nu ook echt klaar?
Nee, maar dat duurde even. Ja, je kwam eventjes in de opnames, maar... Ja, afsluiting, maar dat boeit niet. Sorry voor mensen. Oh, heb je al afgesloten? Ja, ik heb al afgesloten, maar... Oh, nou ja, ik wou nog zeggen, oké, tot de volgende keer, hè. Doei! Doei!